Hey, what's up? Army. Leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe Unsun. Waarbij ik een niet matchende bandana op heb, chimpies zit te eten en in de verkeerde camera kijk op het verkeerde moment. Jullie weer kijken naar een nieuwe Unsun. We hebben allemaal op zitten wachten natuurlijk. We zijn er vandaag weer op de subreddit. Moet ik nou nog steeds gaan zeggen hoeveel members we elke keer hebben? Denk het niet, hè. Hoeft niet per se elke keer. Maar alsnog zeggen we het. 23.100. Leuk dat jullie er allemaal zijn en weer dingetjes hebben gestuurd op mijn subreddit. We gaan weer kijken wat de best naar last is van de afgelopen week. Op dit moment is er geen broccoli aanwezig. Excuses voor het om... Geen broccoli? Er zitten bakken vol broccoli daar zo. Niet te meten, joh. Jeremy, jij hebt ook een Unsun blues aan. Ja, dat klopt. Ik zei ook niet dat ik niet iets Unsuns aan had. Trouwens, als je denkt van, waar is dit van? Dit is van het Jeugdjournaal. Blijkbaar was dit ook op tv, dat wist ik dus niet. Ik dacht, het is alleen maar op YouTube. 202.000 weergaven al. Oh, are you kidding me? Niet eens al mijn video's halen 202.000 weergaven. Alsjeblieft, Jeugdjournaal. Voor de gratis views. Met mijn naam. Ze hebben me trouwens echt zo hard geklikbait. Zullen we eventjes... Kijk, dit gebeurt dus altijd met het nieuws, hè? Dan hebben ze leuk zo'n clickbait titeltje gebruikt. Maar dat gebeurt dus ook tijdens de uitzendingen. En op de artikelen. En al dat soort dingen. Want ik kan je vertellen, als je een verhaal ziet op het nieuws. En ze vertellen dat op een manier. Dat het niet hetgeen is wat je denkt. Vaak zo. Zullen we even luisteren naar wat ik echt zei? Kijk, ik maakte altijd gamevideo's. En uiteindelijk ben ik in één keer van gamevideo's overgegaan op... Oké, ik ga geen gamevideo's meer maken. Ik maak nu reageren, filmpjes en vlogs. Dat was best wel dom om te doen. Je geeft mensen iets wat ze heel leuk vinden de hele tijd. En dan stop je er gewoon mee. Zeg maar als je een paar 100.000 abonnees hebt. Dus dat was heel dom om te doen, maar achteraf is het de beste keuze die ik ooit gemaakt heb. Ik zei dat het uiteindelijk de beste keuze is die ik ooit heb gemaakt. Stomme clickbaiters. Vervelend. Ik moet daar meer van leren. Ja, dankjewel voor de Unsun inzending. Het is inderdaad echt een freaking Unsun post. Kijk hoe super onscherp dit is. Staat deze camera überhaupt wel goed? Het lijkt wel alsof die super scheef staat. Volgens mij sta ik niet eens recht in bed. Nee, verdomme. Staat hij nu wel goed? Ja, beter. Deze is weer te erg uitgezoomd. Jemig! En het raam staat ook open. Het is allemaal en het regent. Oh. I love Berlin. Nee, maar dit is mooi. Dit vind ik gewoon heel erg mooi. Dat je dit poelt. Ja, dat vind ik gewoon heel lekker. Nee, dat hebben we vorige keer gezien bij Satsat, maar ik wist dus niet dat dit een YouTube-video was. Mensen hadden mij gestuurd dat dit dus op YouTube een video was. En dat ze dus deze aanbevolen kregen toen ze mijn video aan het kijken waren. Maar dat wist ik niet. Ik bedoel, ik kan niet fucking de 1 miljard video's die per dag op YouTube worden geüpload, kan ik niet allemaal weten wat dat is, oké? Oh, toplocatie van een kraan. Nee, maar dit is prima, want ze hebben nu juist uitgemeten hoe het water gaat. Kijk, zie je, dan gaat het... Ja, ik probeer er wel een mooi verhaal omheen te bouwen, maar dat is natuurlijk gewoon onzin. Wacht even. Het gaat natuurlijk omdat die een cent goedkoper is geworden. Maar is dit zo'n rip-off van die kinderchocoladereepjes? Ze worden gerip-offed? Nee! Die kunnen nooit worden gerip-offed. Want de enige die lekker zijn, zijn van dat goede merk. Papierbak. Jij zit waarschijnlijk nog in groep 2 of zo, waar ze nog niet hebben leren lezen. Tenminste, in welke groep leer je tegenwoordig lezen? Ik heb het idee dat je nu zelfs rekenen leert op de fucking peuterspeelzaal. Hé, wat de hel? Hoe dan? Dat heeft hij er gewoon uitgesneden, toch, neem ik aan. Daar geloof ik helemaal niks van dat dat zo is. Wanneer je een oude video van Harm terugkijkt en Jeremy is... Hé, als je een oude video van Harm terugkijkt en je gewoon geen fucking ogen hebt... Bruh, je begrijpt toch gewoon überhaupt wel een beetje de physics. En je hebt toch ogen? Ten eerste... Ik sta achter de 3 jongens. Ik sta letterlijk gewoon een stap achter ze. Dat maakt jezelf ook al kleiner. Als ik nu verder weg ga staan, ben ik toch kleiner in beeld nu dan als ik heel dichtbij ga staan. Dat is ten eerste al het ding. En ja, ze zijn allemaal een stukje groter. Maar wat de fuck maakt mij dat ineens klein? Haat jullie. En sinds wanneer is een paar centimeter langer zijn beter? Net zoals dat je op de basisschool en middelbare school zegt... Oh, ik ben ouder. Ja, lekker fucking boeien. Gaat eerder dood. Maar god, hé. Kan ik daar geïrriteerd om worden? Want dat is altijd al een ding geweest van... Oh, ik ben groter. Ja, I don't fucking care. Het maakt je niet beter. Hetzelfde met je schoenmaat. Ik deelde volgens mij een tijdje terug welke schoenmaat ik had. Ik ben zo oud en ik heb nu al een grotere schoenmaten. Ja, lekker fucking boeien. Je voeten stoppen op een gegeven moment gewoon met groeien hoor, pik. Jezus, het maakt je niet beter als je een grotere schoenmaat... Oh, ik heb handmaat 9. Jezus, I don't fucking care. Ga maar gewoon mooie plaatjes insturen voor onzin in plaats van de hele tijd lopen zeiken. Making people mad. Oh mijn god, ja, dit is zo'n ding op Twitter. Oh, wat een fucking ransraad. Doe het dan met je eigen telefoon, joh. Hè, gozer, in plaats van die oude telefoon van je. Fucking ranvoog. Wil ik nooit meer zien. Wat is dit? Oh mijn god. Zij wilde hem fucken en ze fuckt herzelf. Oh mijn god. Heel lekker dit. Karma. Wat is het verschil? Weet ik veel. Dit is weer zo'n kut clickbait thumbnail van iemand. Weet ik veel. Hij klikt gewoon ergens op. En het lijkt nu interessant. Kan ik ook doen met deze thumbnail als ik zou willen. Maar god. Zo vaak hè. Dat je dan zo'n filmpje erin hebt gedaan. Dan moet je het uitprinten. Lekker. Ik zat hier even naar te kijken. Ik dacht, wat is dit? Gewoon, ja. Zonder mooie tandpasta. Auw, ik heb het idee dat honden gewoon letterlijk nooit gebruiken wat je koopt. Dus echt, dan koop je iets, geef het aan je hond en dan denk je, ja, fuck jou, ga ik lekker niet gebruiken. We hadden ook altijd met onze hond, dan gaf je een bot aan ze, gingen ze hem begraven voor een andere keer. En dan zag je ze nooit dat bot meer eten, lagen gewoon 10 botten begraven. Lekker man. Oeh. Maar het staat op Unsun, dus dit kan niet goed gaan. Heel lekker, maar hij gooit sowieso zijn scherm om of zo. Wanneer trekt hij hem van het bureau af? Wanneer gaat het zijn? Of hij scheurt gewoon door de helft. Dat gaat er gebeuren. We moeten eigenlijk een keer een serie maken van... dat we gaan raden wat er gebeurt. Oh... moeten we echt helemaal tot het eind wachten? Godverdomme, hebben we hier nou op gewacht? Wat een lul. We hebben zo lang gewacht voor deze onzin. Oké, laten we dit even analyseren. Want wat staan hier een hoop borden? Het klopt sowieso allemaal niet. Want je mag niet links afslaan. Je mag niet rechts afslaan. Alleen fietsen en bromfietsen. Je mag wel linksaf. Maar je mag eigenlijk niet linksaf. Huh? Oh, heel ingewikkeld. Als je dit hebt met je autorij-examen, dan heb je echt eventjes, zit je met je bek vol tanden. Dan, het liefst keer je dan gewoon om. Ik denk dat dat de beste optie is. Oh, een lekker filmpje dit, zeg maar. God. Oh, jullie vriezer kan niet helemaal open. Ja, dat is niet zo tof. Hoe krijg je er dan dingen in? Hoe heb je er dan dingen in gekregen? Dat is mijn vraag. Jezus, gozer. Kijk hoe hard je zit te rammen met dat ding. Even normaal. Jemig. Heel goed dit. Gewoon een lekker potje die niet open gaat. Het is nu wel algemeen bekend hè, dat die gewoon niet lekker open gaan, die dingen. We moeten eigenlijk gewoon een keer een marketingmanager uitnodigen van Nutella of zo. Van pindakaas. Vragen waarom. Heb jij trouwens een lekker... Chimpy erbij. Ik weet het, het is zondag en dat mag eigenlijk alleen maar op vrijdag. Maar hé, het is Unsun. Of een komkommertje, kan ook hè. Lekker komkommertje erbij. Nou, we hebben nu ook tegenwoordig een hamster die ASMR een stukje pompoen eet. Ja, vind ik mooi jongens. De wereld gaat naar mooie dingen toe. We verzinnen van alles. Unsun pepernoot. Oh ja, het is weer voor de kruidnoot en de pepernoot. Dit is trouwens een kruidnoot. Een mislukte kruidnoot, geen pepernoot. Ik dacht, ik zeg het er even bij. Maar het is natuurlijk weer de kruidnoot en pepernoot tijd. Wat leuk. Ik moet eigenlijk weer zakken in gaan slaan. Want die dingen die zijn altijd een week voordat Sinterklaas klaar is, zijn die dingen alweer helemaal op en uitverkocht. Ik ben een trein. Nee, dat ben je niet, meneer de bus. Je bent helemaal geen trein. Yummy Edge-up. Ja, dit is niet Unsun, want dit is bekend, jongens. Dit is iets wat gewoon bekend is. En dit is omdat er een samenwerking van Heinz samen met Ed Sheeran is. En daarom heet het Edge-up. Lekker bankie. Kun je lekker gewoon op de grond zitten. Ze zeggen tegenwoordig ook wel eens dat we op het gras gewoon beter zitten, hè? De invalide knop zit bovenaan de trap. Wat top. Maar eerlijk, er is ook gewoon veel te weinig ruimte om überhaupt te staan daar beneden als je een rolstoel zou hebben. Hoe ga je dat doen? Sowieso zuigt hij iets op wat niet moet. Ja, dat mes. Hij gaat dat mes opzuigen. Maar god, hoe lang duurt dit filmpje? Kom op, zuig dat mes op. Je weet het gewoon. Je ziet het gewoon gebeuren. I knew it. Ik zag het al. Ik zag het gewoon gebeuren. Hey, ik denk dat we er weer bijna een einde aan moeten breien, dames en heren. Unzen zit er alweer bijna op. Ik zit eventjes door die dingen heen te scrollen, maar... ik weet het niet. Ja, ik zie eigenlijk allemaal een beetje terugkerende dingen. Vinden we niet zo erg, maar dan moeten ze wel goed zijn, hè? Nou ja, zeg... De allerlaatste, ja, 5 koterhanden die even lekker een mooi vormpje verpesten. En dankjewel voor het kijken naar Unzen. Ik hoop dat je het leuk vond en ik hoop dat je de volgende keer ook weer terugkomt met kijken. Like mijn filmpjes, comment mijn filmpjes en bekritiseer mijn filmpjes niet. Want het is Unzen, dus ik weet eigenlijk niet wat ik allemaal zeg. Dankjewel voor het kijken, zie je de volgende keer weer. En ik ben nu buiten beeld, maar dat betekent niet dat je van mijn kanaal weg moet. Kijk gewoon even iets anders, staat hier allemaal naast joh, doe even leuk.